Duizenden zorgverleners hebben in de coronatijd ernstige gezondheidsschade opgelopen. Dat zijn de mensen die in de eerste maanden van COVID ziek zijn geworden. Die veel patiëntencontact hebben gehad, vaak zonder de juiste bescherming. Mede onder invloed en onder verantwoordelijkheid van de overheid. En die mensen zijn ziek geworden en veel van hen zijn nog steeds ziek. Long-COVID, post-COVID, hoe je het ook maar noemen wil. Zij konden geen anderhalve meter houden in die periode. Zij hadden niet de juiste middelen en betalen daarvoor nu de prijs. Met hun gezondheid, met hun inkomen en met hun baan. De SP wil dat we beter voor deze groep zorgen. De vakbonden hebben al heel vaak gevraagd, zorg nou voor een compensatiefonds. Zodat deze groep, het zijn er een paar duizend, dat zij tegemoet kunnen worden gekomen. En ik vind het een schande dat wij al jaren nu daarover praten en dat het nog steeds niet geregeld is. Wat is wel geregeld in de begroting? 161 miljoen euro voor de coronatoegangsbewijzen. Zouden we die ooit nog nodig willen hebben? Ik denk het niet. Volgens mij wil niemand hier in deze zaal op dit moment coronatoegangsbewijzen invoeren. Er is ook helemaal geen juridische basis om coronatoegangsbewijzen in te voeren. Er is ook helemaal geen gedegen onderzoek waaruit blijkt dat coronatoegangsbewijzen werken. Dus ik zou zeggen, laten we dat geld nou eens beter gaan besteden. Dus wij willen die pot van 161 miljoen euro, 150 miljoen daarvan willen wij graag besteden aan een fonds voor die slachtoffers van COVID die nog steeds ernstig ziek zijn. En ik hoop dat het kabinet daarin mee wil gaan. Ik krijg graag een reactie. We hebben ook een amendement daarop ingediend. En ik vind echt dat we dit nu snel moeten gaan regelen.